En hier zijn we dan weer in een nieuwe De Straat. Helemaal nieuw. En ja, we gaan het vandaag hebben over de crisis. In 2008 is eigenlijk de crisis een beetje begonnen. Het is nu 2016. In 2017 hebben ze beloofd dat het bijna opgelost is. We gaan het vragen aan de mensen hier op de straat of ze er wat hebben van hebben gemerkt. Ik ben benieuwd. Voor de crisis die is in 2008 begonnen. Het is nu 2016. Ze zeggen dat het in 2017 bijna helemaal opgelost is. Merk u er al wat van? Bijzonder weinig. Bijzonder weinig. Ja, wat wilt u verder horen? Is dat in de eigen portemonnee of om u heen? In de winkels of wat dan ook? Ja, in het algemeen. Ik denk dat er weinig terugkomt van wat er ooit verdwenen is. De bankensector, et cetera. Daar zien wij niks meer van terug. We zullen ervoor moeten betalen, maar ja, er komt geen zoet naar het zuur, zullen we zeggen. Zou het in 2017 beter gaan? Nee. Geen hoopvol? Nou, misschien een beetje, maar nee. Dus we moeten nog lang wachten tot het zelfmerk in onze portemonnee? Ik denk dat we er vanuit moeten gaan dat het niet veel beter wordt dan dat het wordt. En misschien zelfs slechter. Ja, nou, vooruit dan maar. Oké, hey, bedankt. Yes. Hey, dankjewel, hè. Heel top. De crisis is in 2008 begonnen. En het is nu 2016. Het wordt allemaal ietsje beter, zeggen ze, in 2017 waarschijnlijk opgelost. Merkt u er wel van? Nou, ik persoonlijk nog niet, maar ik zie wel om me heen natuurlijk dat het veel beter wordt. Je ziet de mensen hier ook weer in de Boogaard volop lopen en winkelen. En alle geluiden die zijn ook goed, dus ik ga ervan vanuit dat het inderdaad beter gaat. Merk je dat nou echt aan de mensen? Zijn ze vrolijker? Geven ze meer uit? Of wat doen ze? Ja, vrolijker niet echt, maar je merkt wel dat ze meer uitgeven. Het is overal weer wat gezelliger. Als je ergens zit, is het ook weer wat gezelliger. Dus ik denk dat alle mensen het weer ietsje beter krijgen en dat is na al die moeilijke jaren wel weer lekker. En je eigen portemonnee, ietsje beter? Mijn eigen portemonnee wordt steeds beter. Dus... maar niet tegen iedereen zeggen. Hey, nee, het wordt niet uitgezonden. Hey. Okay. Hey, hartstikke bedankt, man. Hey, hoi, hoi. De crisis is in 2008 begonnen. En het is nu 2016 en iedereen zegt het wordt dan beter. De regering zegt ja, maar in 2017 is het wel opgelost. Merk u daar wat van? Natuurlijk, je merkt heel veel. Het gaat ook niet beter. Het gaat alleen maar slechter. Nou, u vindt het niet beter gaan? Nee, vind ik niet. Nee, absoluut niet. Waar merkt u het dan? Aan de pensioen of aan uw loon of aan de mensen? Waar merkt u het dan? Mensen en zo, er is toch best wel heel veel armoede. En daar kijken de mensen wel overheen. Maar het is gewoon de waarheid. Er is hier meer armoede onder de mensen dan dat veel mensen weten. Daar bedoelt u de voedselbanken mee en dat soort dingen? Ja, ook. Ze worden wel geholpen en zo met bepaalde dingen. Maar ik vind, zorg eerst voor de mensen hier, dan dat je altijd alles maar voor het buitenland gaat doen. Dat vind ik gewoon heel belangrijk. U doet een beetje mee Syrisch requesten, zo dat daar al dat geld naar het buitenland gaat dan, voor de kindertjes? Niet alles, want voedselbanken, zo, daar ben ik gewoon heel voor. En daar doe ik ook al mee. Ik bedoel, alle kleine beetjes die helpen. En doet u eigenlijk, een rare vraag, maar ik vind het interessant dat u zegt van die voedselbanken. Doet u het hele jaar daaraan, zeg maar? Of is het enkel met de feestdagen, de maand, zeg maar? Het hele jaar wel. Als het mensen kan helpen, dan doe ik dat ook. En dat zit gewoon in mijn karakter. Dus dat vind ik gewoon heel belangrijk. Heb u hoop dat het in 2017 beter gaat? Of zeg je, Henk, het wordt slechter? Nou, daar kan ik nu nog geen uitspraak over doen, maar ik heb er een heel hard hoofd in. U hebt een hard hoofd? Ja, maar ik wens jullie hele fijne feestdagen toe en goede gezondheid. En ik zal zeggen, tot ziens. Ik dank jullie wel.